Welkom bij weer een nieuwe NEC Update. De winter is losgebarsten hier in Nijmegen. Het was flink koud vandaag, dus spelers kijken al uit naar het trainingskamp volgende week in Spanje. Alhoewel, daar is het ook niet al te best weer, maar in ieder geval wel warmer als dat het hier is. Zeker voor iemand uit Portugal is het best afzien. Ja, maar hij is te goed weer. Het is very cold now. Ja. Het is hier aardig koud. En dan, de selectie ging deze week op bezoek bij het Amalia Kinderziekenhuis in Nijmegen. Dat doen ze eigenlijk jaarlijks. Even de kinderen gewoon uit de situatie krijgen. Even dat ze aan iets anders kunnen denken. Dat ze hun helden mogen ontmoeten. En dat gebeurde ook. Even gezellig op de foto, op handtekeningenjacht. Er werd zelfs tafelvoetbal gespeeld. En natuurlijk een persconferentie, want ze mochten vragen stellen. En dat zijn altijd ontzettend leuke en bijzondere vragen. Dan kom je van alles te weten van spelers wat wij normaal niet vragen. Zo zijn er ook een aantal spelers best muzikaal. Ik vind het ieder jaar echt hartstikke leuk als ik dit soort dingen mag doen, ja, als voetbal. Het is natuurlijk enorm vervelend de reden dat kinderen hier zijn in het ziekenhuis. En als wij dan als voetballers zijn toch een klein steentje kunnen bijdragen waardoor het iets leuker is hier, dan doen we dat heel graag. Ja, en ik kan me voorstellen, het zijn ook eens een keer wat andere vragen als wat wij altijd stellen. Ja, klopt. Ja. Ik weet niet welke ik leuker vind. Ik denk dat toch wel voor de kinderen ga. Het is toch iets gevarieerder en iets minder serieus. Bijvoorbeeld vragen zoals lievelingseten, dat krijg ik niet bij jullie. Maar daarom vind ik het hartstikke leuk om hier een keer te staan. Lievelingseten, ja. Nou, Soef, wat vind je lekker? Ik vind op een vrije dag sushi wel lekker. Magnus? Ik hou van wat mijn moeder maakt. Dat is heel lekker. Ja. Oh, wat lief. Moeten jullie betalen voor het voetballen of worden jullie hiervoor nog betaald of zo? Ja, kuch maar even. Dit is natuurlijk wel ons werk. En wie regelt de muziek altijd in de kleedkamer? Monus is vaak op de vloer. Oh ja? En wat staat er in de kleedkamer op dan? Ja, van alles. Oh ja? Hij is fan van Doe Maar. Doe Maar? Doe Maar. Zou hij daar een liedje van kunnen zingen of niet? Nou, ik durf er bijna niet te vragen. Ja, één regeltje. Ja, dat kan niet. Eén liedje, ja. Sinds een dag of twee. Ja, geen applaus, dat is mooi, dat hoort ook dan. Ja. Goed, sinds een dag of twee. Wie heeft er nog vragen? Ja, wat was de leukste die je kreeg? Wat vond ik de leukste die ik kreeg? Ik vond de hele originele, wat is je favoriete vakantieland? Vond ik het leuk. En hoeveel wedstrijden van NEC heb je gespeeld? Dus dat zijn wel leuke vragen. Weer drukken wij ten strijd. Iedereen mag meedoen, hè? Voor rood. Ja, die Magnus en zelfs Bart Verrooy, die kunnen dus wel zingen. Ja, en dan het WK voetbal in Qatar. Veel nationaliteiten natuurlijk hier op het veld. En een aantal van deze spelers, ja, die mogen nog hun land gaan aanmoedigen. Zoals Soufiane El Karouani met Marokko en Pedro Marques met zijn Portugal. But we just have a lot of Portuguese people spread in Holland and we all gathered together to watch the game of Portugal on the World Cup. So it's a fun event. Okay, and what do you think? What do you think? Oh, I think we want to win. Yeah, yeah. Je hebt het toch van dichtbij mee mogen maken. Ja. Hoe is dat voor jou? Dat is mooi om te zien wat ze nou bereiken, toch? En zaterdag staat er weer een belangrijke wedstrijd voor de boeg. Dus na de wedstrijd snel naar huis en lekker kijken. Ja, hoe kijk jij die wedstrijden? Kijk je dat met vrienden? Kijk je dat met familie? Ja, met familie. Vaak met mijn pa en met mijn gezin gewoon. En dan misschien nog een van mijn vrienden soms erbij. Maar over het algemeen daarmee. En droom je eigenlijk al een beetje jullie als Nederland tegen Marokko in de finale? Dat zou wat zijn. Dat zou, ja, echt dat wat, zou zijn. Wat zijn. Hè? Nou ja, ik ben benieuwd. Nederland heeft denk ik een hele lastige wedstrijd vandaag. Ik wens het beste. Maar ja, dat gaan we straks even zien vanavond om 8 uur. Ja, hoe groot acht jij de kans dat jullie verder gaan? Ja, voetballen is altijd kans. En ik heb alle vertrouwen in. Volle vertrouwen in. En ik denk dat we de klus gewoon gaan klaren. Nou, dan wens ik jou morgen heel veel succes. En ik wens jou vanavond heel veel succes. Dankjewel. Dit was dan weer de NEC-update voor deze week. Volgende week komen wij vanaf Spanje, want wij gaan ook mee naar Spanje, naar het trainingskamp. En dan zullen we dagelijks een NEC-update brengen met het laatste nieuws vanaf daar. Tot zover en ik zeg graag tot dan.